eind april heftige jeuk, begin mei heftige jeuk, over mijn hele lijf. Na een dag van onderzoek werd mij 's avonds, 5 uur, meegedeeld van... meneer Bretthouwer, we weten niet wat het is. We hebben een echo, we hebben een CT-scan. We weten niet wat het is, maar het is niet goed. U kunt beter uw werk neerleggen. Stoppen voor mijn werk. Ik ben mede-eigenaar van een bedrijf van 55 medewerkers. Hoe bedoel je stoppen? Dat heb ik mijn hele leven nog niet gedaan. Alsjeblieft, wat er ook gebeurt, isoleer Willem niet van het werk, want dan gaat hij dood. We zullen met een camera naar binnen moeten, dat heet dan een EUS. En daar willen we kijken wat er aan de hand is. En toen 's middags om 3 uur komt de arts assistent. En die zegt, u heeft alvleesklierkanker. Het is natuurlijk nog heel dichtbij en het is een hele emotionele tijd geweest. En het is eigenlijk steeds een tijd van uiterste. Ik merk dat nu weer, of de emotie overmand je... of je gaat in de vechtstand. Nou, we hebben heel veel in de vechtstand gezeten, kan ik je zeggen. Maar af en toe, met iets heel kleins, komt het toch weer boven. Ja. Tussen het moment van diagnose en overlijden zit 2,5 jaar. Maar we hebben echt al in scenario's gedacht. We zijn al naar de notaris geweest. We hebben nagedacht van, mooi plekje, hè? Hoe zou het waard zijn? Want als ik er niet meer zou zijn, ik wil daar best over nadenken, hardop. Als ik er niet meer zou zijn, kan jij hier niet blijven wonen. ...80% kan niet geopereerd worden. Nou, dan ben je eigenlijk al voor de palliatieve zorg goed bij je voor gesorteerd. Kun je wel geopereerd worden, dan val je in die categorie die dan in ieder geval een beetje meer kans heeft op wat langer leven. Maar dat was afhankelijk van een CT-scan van de longen. Of er geen, ofwel uitzaaiingen zouden zijn. Hij komt binnen, diezelfde arts, en ik zag al aan de smile op zijn gezicht, of zijn opluchting van, hij komt met goed nieuws, nu. Namelijk, meneer Bretthouwer, u heeft geen uitzaaiingen, u kunt geopereerd worden. En dat is een operatie van een uurtje of 5,5, 6. Waarbij ze hebben gezegd, technisch is die geslaagd. Een maand geleden was ik doodverklaard. En 11 juli word ik wakker en ik hoor dat het goed is gegaan. Ja. Voor mijn gevoel ben ik gewoon hersteld. Afgelopen zondag heb ik alweer de 5 kilometer gerend. 2 weken geleden heb ik alweer 5 kilometer gerend. Ik ben in topconditie. Ik ben echt nu weer in topconditie. En ik ga morgen lachend die eerste chemo in. Mensen zeggen wel eens, je bent chronisch positief. Nou, dat is dan maar zo. Alles wat aandacht krijgt op het verkeerde, ja, daar zit ik mezelf mee dwars. Waarom zou ik dat doen? Ik ben geen expert, ik kan alleen maar zeggen van dit is mij overkomen, zo ga ik ermee om. Morgen start dus een kuur van 24 weken, waarvan je denkt, ja, dat gaat een aanslag op je lijf worden. Beter dan vandaag kan ik het niet krijgen. Dus ik zal er echt tegenaan moeten. Goedemorgen. Willem, hallo. Goedemorgen. Wilt u eruit? Ja, merci. Ik laat het in het begin een beetje over me heen komen. Chemo is natuurlijk toch iets wat zeg maar, op langere termijn effecten zal gaan hebben. Dus ik verwacht dat mijn lijf een opdonder krijgt. Ze hebben ons wel gezegd dat het maatwerk is en dat het een milde vorm is. Dus daar vertrouw ik op dat... het allemaal niet te heftig zal zijn. Zijn krulletjes hierbovenop, die blijven zitten, hebben ze gezegd. Een chemopatiënt laat andere sporen na, om het maar eventjes plastisch uit te drukken, dan een niet-chemopatiënt. Dat kan effecten van besmetting wellicht opleveren. Schijnt dat we ook niet uitgebreid mogen zoenen. Daar wil ik natuurlijk wel meer van weten. Nu kan het nog. Mm. Ik wil eerst wel eens weten waarom het niet mag. Ja, dan we moeten er weer van weten hoor. Ja. Want, ja. Ja, het is een beetje een bijzonder gevoel wel. Het is een soort gevoel van de eerste schooldag. De eerste dag naar het zwemmen. De eerste dag naar een muziekexamen. Zo voelt het een beetje. Je zet eigenlijk wel een bepaalde knop om.
knop om in de zin van, ik zal nu een serie acties moeten gaan voltooien. Gelijktijdig wil ik niet opgeven wat ik had. Mijn werk, mijn leven, mijn omgeving, et cetera. Dus dat wordt wel even matchen met elkaar, maar het is wel een knop omzetten. It has to be done, ja. Ja, het perspectief is gewoon, het zonnetje schijnt. En ik leef lekker. Je hebt plezier in je. Ik slaap lekker, ik eet lekker. We houden van elkaar. En dat is het maximale wat er nu is. Mooier kan ik het niet krijgen.